Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin we eens gaan kijken hoe dat uitzit met de mannelijke en de vrouwelijke energieën. Er is weer heel veel gebeurd. Het was afgelopen weekend een volle maan. We gaan eens zien welke stukken dat er veranderd zijn, wat dat de boodschap is dat we mogen meegeven. Ik weet dat er bij heel wat tweelingvlammen heel veel dingen aan het verschuiven zijn. Ook karmische stukken die afgesloten worden en daarmee lijkt nog niet altijd in de 3D dat we in een hogere tijdslijn zitten, maar dat is net ook de les dat we tegelijkertijd leren om te begrijpen om de 3D niet als een maatstaf te nemen van waar dat je staat in jouw bewustwording en in jouw groei. Vandaar, niet toevallig, kreeg ik onmiddellijk de Hierophant kaart. Met trainer en wisdom, understanding en mentoring. Dus we worden gevraagd om nog dieper te zakken in die hogere energieën. Die nog veel meer te gaan belichamen. Zodanig dat we op dat vlak echt meesters worden. Wat is de energie voor deze week voor de vrouwelijke energie? Het gevoel dat de vrouwelijke energie gericht is op zichzelf, naar binnen. En we krijgen de Empress. Ja, inderdaad. Dus de vrouwelijke energie zit op dit moment nog veel meer naar binnen. Dus nog veel dieper in haar hoogpriesteres en die Empress-energie. Omdat ze weet dat groei altijd van binnen naar buiten uitkomt. En dat hetgeen wat je nu telkens ervaart in realiteit eigenlijk het resultaat is van vorige gaande manifestaties. En dus zeker wanneer je in een situatie zit die je liever niet zou willen, of liever lief zou ervaren, dan nog is het des te belangrijker om heel bewust met energie om te gaan, te focussen op groei, te focussen op overvloed, en om die visie aan te houden van hoe dat je zou willen de realiteit ervaren. Waar zit de mannelijke energie op dit moment? Mijn kaarten zijn all over the place. Dus ik denk dat de energie van de mannelijke energie ook all over the place is. En wat krijgen we? Resistance, weerstand. Ja. De mannelijke energie wordt gevraagd om in een aantal stukken, dus in aanleiding van de volle maan van afgelopen weekend, cyclusen af te ronden. Maar houdt daar nog een stukje in tegen. Houdt nog wat weerstand, omdat ze niet volledig de weg vooruit zien. En daarom is de vrouwelijke energie zo hard naar binnen gericht, omdat zij door de verbinding en afstemming met haar hogere zelf en haar ziel en het hogere en het universum en de oneindige intelligentie, om het zo te zeggen, dat zij wel de weg vooruit weet. Ook al is het ook altijd maar één stap voor stap, één stap per keer. De mannelijke energie vertrouwt dat nog niet helemaal, net omwille van het feit dat ze eigenlijk nog te weinig ervaring hebben dat die manier van werken lukt. Aan de andere kant van dat krijg je de strength card, die verbonden is met union, die eenheid tussen mannelijke en vrouwelijke energie, en telepathie. En de lovers card omgekeerd, dus union. Dus we zijn bezig met het werken naar het dichter stappen naar die union, naar die eenheid, naar die, het neerbrengen, het belichamen van die 5D-liefde en die 5D-energie en die hogere hartsenergie en een fysieke 3D-connectie. Maar zoals ik gezegd heb, zitten ze eigenlijk allebei op dit moment elk aan een kant van het spectrum waarin dat de vrouwelijke energie heel hard gefocust is naar binnen. Omdat ze weten dat de manier is om dingen daadwerkelijk te gaan veranderen. De mannelijke energie heeft er op dit moment wat weerstand tegen en is heel gefocust op het uiterlijke, op eigenlijk de 3D-wereld, op hoe dat ze zien dat op hoe dat ze zouden willen dat het gaat. Dus vinden het daar lastig om nu al volledig alles los te gaan laten. En we zien, terwijl ik het deck split, zie ik de koning van Pentacles en de redder van wanten. Dus de mannelijke energie is uiteindelijk op het punt waarin dat ze, of toch tenminste dit collectief dat ik op intap op dit moment,
zijn nog aan het leren om te vertrouwen op die eenheid in hunzelf. En dus ook de vrouwelijke energie in zichzelf. Wat is hetgeen dat we nog moeten weten? We krijgen opnieuw weer de Empress, voor, dus met een ander deck voor de vrouwelijke energie. Wat moeten we nog weten voor de vrouwelijke energie? Wat moeten we nog weten van... Ja. Zij krijgt de Page van Wanten. Dus die heb ik daarnet ook gezien had. Ook omgekeerd. En we krijgen nog de 8 van Zwaarden. Ja. Dus doordat de vrouwelijke energie naar binnen gaat, weet ze perfect hoe dat er gaande is in de mannelijke energie. En dus via haar Empress-energie weet ze dat dat de enige manier is om dingen te gaan veranderen, om de situatie te veranderen voor zichzelf en voor de mannelijke energie. En dus ze valt niet in de valkuil om weer in die gedachten te gaan en zich slecht te gaan voelen of door dingen... uitingen of het gebrek aan actie of wat dan ook dat er is, omdat ze voelt dat de mannelijke energie eventjes hier nu door het stuk van die weerstand moet. En wat krijgen we dan? Dan krijgen we de Ace van Pentacles, dus de 1 van munten, de 9 van munten, de 2 van munten omgekeerd en de Page van Zwaarden, dus de Ridder van Zwaarden omgekeerd. Wat dus wil zeggen dat door het feit dat de vrouwelijke energie die visie houdt van een nieuwe start, een nieuw begin, een overvloedig begin en zichzelf ziet als onafhankelijk, als welvarend, als heel, als in eenheid in zichzelf en dus alle elementen kan belichamen, dus water, lucht, vuur, de aarde en ook het etherische, dus de ziel. Dat zorgt ervoor dat ze niet meer in de valkuil valt van het idee van we zitten vast. Waar dat geen is, waar dat de mannelijke energie eigenlijk haar probeert een stukje mee te trekken. Maar dus, door de realiteit, en omdat de mannelijke energie veel meer gefocust zijn op de realiteit en op de 3D, de materiële wereld. Maar zij heeft die lessen geleerd en zij weet van, met hetgeen die nu komt, dat zij zeker niet moet meegaan in die valkuil. Maar... vanuit haar energie, vanuit de verbinding en vanuit de liefde die er is, het op een andere manier mag en gaan tonen. En op de ridder van Zwaarden, ik was aan het denken, wat was nu weer ridder? staat het teken op van Mercurius. En we zitten nu al, voor degenen die dat we volgen, in de schaduwperiode van Mercurius retrograde. Ik denk vanaf 5 augustus of zoiets, of 4 augustus, 4, 5 augustus, gaat Mercurius retrograde. Dus ook daarin ga je dan merken dat er weer dingen veranderen in communicatie. Let heel hard op ook dat de dingen die je zegt, dat ze op de goede manier ook bij de andere persoon terechtkomen. Nu, je weet ook, in dergelijke diepe zielsconnecties, ongeacht wat dat er ook gebeurt, het heeft ook altijd voor zijn hoogste... Het gebeurt ook altijd voor zijn hoogste goed. Ik heb dat zelf ook al ervaren. Dan periodes van bijvoorbeeld Mercurius retrograde, wat ik daar zelf persoonlijk niet zoveel last van heb, omdat ik geboren ben in de Mercurius retrograde. Dus Mercurius is mijn planeet. Maar dus dat de dingen die ik zei toen door mijn twin niet op de manier begrepen werd zoals dat ik het bedoeld had, waardoor dat hij het natuurlijk gelezen en begrepen had vanuit zijn wonden en zijn kwetsuren. En dus als dat ook gebeurt, weet dan ook dat dat ook met reden is. Omdat die wonden en die schaduwen naar boven zouden kunnen komen en bewuster zouden worden, zodanig dat ze kunnen geheeld worden. Want zolang dat iets in het onbewuste blijft, in de schaduw, in het donkerte, kan het niet geheeld worden. En de tarotkaarten voor de mannelijke energie zijn de Queen van Pentacles. Dus de koningin van Pentacles, de 7 van Wanten omgekeerd en de... Ridder van Wanten rechts. En hetgeen wat ik hierbij voel is dat door het feit, wat we daarnet vertelden over vrouwelijke energie, dat de mannelijke energie zal in staat zijn om eigenlijk alle lasten dat zij voelt en ervaart in de 3D-wereld, om die stuk naast zich neer te leggen. Om erboven te gaan staan. En om te zien wat dat nu hetgeen is die echt zijn verlangen draagt. En waar dat zijn passie echt naartoe getrokken wordt. Waar dat hij tot voor kort altijd het gevoel had dat hij zelf getrokken werd. Dat dus geen invloed had op wat er allemaal gaande was. Dat hij wat een... Hoe noem je dat?
de slaaf van de wereld dat hij zelf gecreëerd was. En dan krijgen we de 10 van munten. En de koningin van bekers. En omgekeerd de page van mentos. Van munten. Misschien een mentos bij een iemand van jullie een teken is. Maar ik eet geen mentos, dus ik weet begot niet waarom dat hier toe komt. Maar de mannelijke energie, door het feit dat hij die verbinding heeft met de vrouwelijke energie, is in staat om dus... of zal in staat zijn, afhankelijk van waar hij nu natuurlijk zit, om het grotere plaatje te zien. Om te zien dat die verbinding en die union, het samenkomen met de vrouwelijke energie, met zijn vrouwelijke energie, dat dit alles, alle wensvervullingen en zal vervullen en zal brengen. En dat dat hem zal helpen in het overkomen van de obstakels dat hij nu ervaart in de 3D. Door in te tappen op die liefde, door in te tappen op wat, hoe hij zich laat voelen in de connectie met de vrouwelijke energie. En dan gaat hij zien van hoe jeugdig en hoe kinderlijk hij eigenlijk ook keek naar de materiële wereld. En hoe dat hij zich toch nog voor lange tijd heeft laten meeleden op een negatieve manier. Op de oude manier eigenlijk, zou moeten zeggen. Want alles is maar relatief. Maar dus de manier waarop hij keek naar de wereld en manifesteren. En ik zie aan de onderkant van de dek, zie ik de, dus, de, dus aan de hand van de volle maan is er eigenlijk een nieuw begin begonnen. Ook al ga je dat nu misschien nog niet onmiddellijk zien. Maar dus de komende weken zal dat duidelijker worden. Waardoor dat we gaan zien dat de mannelijke energie echt op een pad zal wandelen. Dat hij echt zich zo onbeholpen en zo onbekwaam in voelt. We krijgen een full card met de vlinder en een diepe transformatie. En daarachter krijgen we de Ace van Wanten. Dus een nieuw personeel begin. Dus de mannelijke energie gaat perfect weten wat dat geen is. En misschien dat het bij sommigen het de seksuele driften zullen zijn die ze in eerste instantie denken dat dit de reden is waarom dat ze geneigd zijn om die connectie fysiek ook aan te gaan met de vrouwelijke energie. Maar het zit dus veel dieper. Maar dat is dus één manier waarom dat ze mee verbinden, omdat hetgeen is dat ze van ouds gewoon zijn en kennen. Maar door die verbinding dan gaat dat ook natuurlijk nieuwe codes gaan activeren, waardoor dat de succeskaart, dat bedoel ik. Om een nieuw begin. En onderliggend zien we de 5 van wanten. Ja, dus het einde van het worstelen en het alleen zijn en het zoeken. Oké, wat moeten we nog meer weten? Ik neem een nieuwe deck en ik doe het open en we zien Priestess. Hoe word je gevraagd om te gaan leiden, om die hogere stap te nemen? En dat is voor beiden, zowel de Empress, zou ik zeggen, de vrouwelijke energie, als voor de mannelijke energie. Want beiden zijn natuurlijk een andere polariteit van dezelfde kernenergie, van dezelfde essentie. Dat is ook de reden waarom dat de fysieke union bij tweelingvlammen niet bij iedereen tegelijkertijd gebeurt. Omdat dat een zeer krachtige vortex creëert. Waardoor dat misschien, dat is zo. Waardoor dat voor het merendeel van het collectief, van de mensen die nog niet bezig zijn aan ontwaking, nog niet staan waar jullie nu staan, dat fysiek gezien gewoon veel te pijnlijk zou zijn. En wat krijgen we nog? De kaart met de Pleiaden. Met de boodschap dubbele missie. Enerzijds het channelen van die hogere energieën en anderzijds het de mensheid mee helpen omhoog trekken. Dus de energie op aarde mee helpen omhoog trekken. Sommige mensen zijn misschien afkomstig van de Pleiade of hebben daar een verbinding mee. Mijn eerste incarnatie was op de Pleiade, maar ik ben niet afkomstig van de Pleiade. Ik ben een Arthurier. Wat hebben we nog? Answer the call. Wat is jouw ziel jou aan het vertellen? Wat vertelt jouw ziel? En eigenlijk is dat als je een obstakel hebt in de 3D, en dat is hetgeen dat we doen als vrouwelijke energie,
We erkennen het obstakel, we zien hoe dat is, we laten het door ons heen stromen en dan gaan we naar binnen. We gaan naar binnen omdat we weten dat we daar de antwoorden gaan vinden. En nog een laatste kaart van dit deck althans. Zijn de Keepers of Your Earth. Die laten weten dat je niet alleen bent, maar dat ook je voorouders naast jou staan. En dat kunnen ook voorouders in de zin van dieren zijn bijvoorbeeld. Ik heb een zwarte poes en mijn zwarte poes, dan noem ik mij altijd mijn draak, hè, mijn vriend de draak. Omdat hij ook verbonden is met drakenbewustzijn. En dan, wat hebben we nog? Om deze reading mee af te ronden en jullie een goede week in te zetten. Oh, weer opnieuw Pleiaden Activation. Hoe is er nu ook astrologisch gezien iets niet met de Pleiaden, dat die dichter staan ofzo? Ik denk dat dat meer rond het 8 portaal is, als ik me goed herinner. En dus de boodschap daarbij is samenkomen, harmonie in de heavens, dus in de hemel, het universum. En de resolution is dus een oplossing. Dus weet dat binnenkort, ik denk vanaf volgende week, maar eigenlijk misschien ook nu al, zouden we al onbewust in die activaties gaan van het 888 portaal. Wacht, is het 888? Ja, het is een 888 portaal dit jaar. Dus dat zal ook wel weer superkrachtig zijn. Je weet ook, alle verschillende soorten portalen zijn extra verhoogde kansen om dingen te manifesteren en aan te trekken en te transformeren. Dus ik zou zeggen, je maakt daar gebruik van. Maar het is niet zo als het er niet zijn, of als bijvoorbeeld geen volle maan is, of geen donkere maan, of geen bepaalde conjunctie tussen planeten, dat niet mogelijk is. Nee, het is nog altijd mogelijk. Maar laat ons zeggen, dat is hetzelfde zoals dat bijvoorbeeld groen licht is. Je kunt de kruispunt ook oversteken als het rood is, maar het gevaar, dus laat ons zeggen, om veilig over te steken is iets uitdagender dan dat groen licht is. Dus het is iets moeitelozer. En wat hebben we nog van boodschap? We hebben hier Stellar Gateway Activation, ja. Infinite Potential and Manifestation Vortex. Dus er zijn mooie, krachtige dingen op komst. Ik zou zeggen, werk verder aan jezelf. Blijf verder jouw eigen mannelijke en eigen vrouwelijke energie te gaan integreren. Tap in op het collectief. Maar enkel wanneer je zelf goed in je vel zit en goed in balans bent, omdat je dan ook helpt om de stukken die het collectief moeten en mogen getransformeerd worden, om daar die dingen te gaan transformeren. Maar zien met welke energie, welke universele vlam dat we deze week kunnen samenwerken. En ik hoor dat we er 3 gaan krijgen. Dus 1 voor vrouwelijke, 1 voor mannelijke en dan 1 voor de union. Voilà, hier zijn ze al. Dan 1 voor de vrouwelijke energie. Is dat aartsengel Uriel met freedom. En de kleur is eigenlijk een soort magenta. Maar met een hele heel gouden scheen in. Voor de union, of course, hebben we de diamantenenergie. Omdat mij eigenlijk heel logisch leek. Met aartsengel, metatron en mirakels. Dus verwacht ook diepe veranderingen, verschuivingen. Ook al ga je het niet zien in 3D, verwacht het dat die er zijn in de 5D en hoger. En voor de mannelijke energie is aartsengel radiaal met faith. Dus geloof en vertrouwen. En de kleur is blauw-paars. En op die afbeelding staat er ook een man en in de achterkant, dus van de hartchakra, maar de achterkant van de chakra, dus het hart, is er eigenlijk zo'n spiraal getekend, als een soort van vortex. Dus wat wil zeggen dat om je mannelijke energie te helpen, de mannelijke energie zelf en die connectie, is het een goed idee om de paars-blauwe vlam in je lichtlichaam te laten ingaan. Maar vanuit de achterkant van het hartchakra. Dus niet vanuit de voorkant, maar vanuit de achterkant. De achterkant heeft ook te maken met de mannelijke energie. Dus de achterkant van ons lichaam is ook verbonden met de mannelijke energie. Vandaar dat ik dit nu op dit moment doorkrijg. Dus je kunt gewoon visualiseren dat je die vlam aanroept. En dat je die vlam dan via die manier binnen laat komen. En ik hoor een aantal mensen vragen van ja, op welke manier gaat die binnen. Die stroomt van... als je het bij jezelf zou doen, van je linkerkant naar je rechterkant. En dan zo in een cirkelvormige beweging naar beneden. En dan terug weer van links naar rechts. Dus op die manier komt de paars-blauwe vlam in een spiraal
je licht lichaam en je lichaam binnen. Voilà, dat is het. Oké, ik hoor dat ik mag zeggen wat dat jullie met de andere twee vlammen doen. De diamanten vlam laat je binnenkomen via je kroonchakra. En de magenta gouden vlam mag binnenkomen via je sacralis chakra, dus de tweede. Dus een aantal centimeters onder jouw bukkenpitje. Of je navel, zoals ze zeggen. En dan laat je daar binnenkomen en dan laat je de spiraal anders omdraaien. Dus je begint van rechts, ga naar links, naar beneden, naar rechts, naar beneden, en zo in een spiraal. Laat je de magenta gouden vlam binnenkomen in je sacraal chakra. Dus de diamanten vlam laat je gewoon binnenkomen via jouw kroonchakra. En dan de paarsblauwe vlam via jouw hartchakra met de achterkant, dus via jouw rug. En let op bij de chakras. Die zitten nooit tegelijkertijd op dezelfde hoogte. Dus van voor en van achter zit er een klein verschil in. In die zin dat de openingen van de chakras aan de achterkant iets lager zitten. Oké, voilà. Ik ga het hierbij laten. Ik hoop dat je vast heel veel informatie en nieuwe inzichten mocht ontvangen. Ik ben er zelf zeker van. Wil je meer informatie rond het werken met de vlammen? Dan nodig ik je uit in het programma Universele Vlammen om daar nog dieper te gaan en meer informatie en inzichten en activaties te ontvangen. Goed, dat was het tot nu en tot in de volgende. Dag!